Ieder mens is uniek. Echter bezitten sommige mensen hele aparte kenmerken van een totaal andere orde. Zeldzame kenmerken zoals twee haarkransen, extra nieren en op nummer 1 en 2 verbazingwekkende kenmerken in de mond die echt heel weinig mensen hebben. Om geen van onze video's te missen, druk je nu op abonneren met de bel aan. Doe ook de duim omhoog, want je bent zelf ook uniek. 10. Superproevers. Volgens de wetenschap speelt genetica zelfs een rol bij onze smaakpapillen. Ongeveer 25% van mensen kunnen gecategoriseerd worden als superproevers. Behoor je tot deze groep mensen, dan wil dit zeggen dat je meer smaakpapillen hebt. Dat zijn van die kleine puntjes op je tong. Hierdoor zijn superproevers erg gevoelig voor smaken van bepaalde soorten voedsel. De smaken zoals zout, bitter en zoet proeven ze dan extra goed. Omdat superproevers meer pijnreceptoren hebben dan niet-superproevers, vinden ze pittig eten meestal niet lekker. Ze zijn ook niet gauw geneigd om rokers te zijn of alcohol te nuttigen. Een andere keerzijde van superproever zijn is dat deze mensen ook niet van groente houden, omdat die dan extra bitter voor ze smaken. Ben jij een superproever of ben je een lekker bekje en vind je gewoon alles lekker? 9. Twee haarkransen. Iedereen heeft tenminste één haarkrans op zijn hoofd, die meestal met de richting van de klok meedraait. De haarkrans ligt op de top van de schedel in het midden van het hoofd. Maar wist je dat sommige mensen het geluk hebben om twee haarkransen te hebben? Een dubbele haarkrans wordt ook wel een dubbele kroon genoemd en komt voor bij 5% van mensen op aarde. Andere unieke mensen hebben een haarkrans die juist in de andere richting draait, dus tegen de klok in. Ongeveer 10% van de mensen op de wereld hebben deze eigenschap. Welke van deze eigenschappen heb jij? Behoor je toevallig tot de 5% van mensen die er twee haarkransen hebben of heb je één haarkrans die draait tegen de richting van de klok in? Laat je antwoord achter in de comments. 8. Enkelvoudige transversale palmarvouw. Tijdens onze research voor deze video kwamen we dit zeldzame kenmerk tegen. Heb je ooit gehoord van een enkelvoudige transversale palmarvouw? Bij mensen is een enkelvoudige transversale palmarvouw een enkele vouw die zich dwars uitstrekt over de palm van de hand, gevormd door de versmelting van de twee palmaire vouwen. In de handlijnkunde bekend als de hartlijn en de hoofdlijn. Dit unieke lichaamskenmerk wordt vaak aangetroffen bij mensen die Down-syndroom hebben, maar is niet noodzakelijk een indicatie dat een persoon met een enkelvoudige transversale palmarvouw de aandoening heeft. Het wordt alleen aangetroffen bij 1,5% van de wereldbevolking in tenminste één hand. Je ziet dan een vrijwel rechte lijn lopen op de handpalm. In de handlijnkunde zou het hebben van een rechte lijn op de handpalm betekenen dat je een niet flexibele persoon bent en een beetje star. Hoe meer gebogen de lijn, hoe warmer je karakter. 7. Boogvingerafdruk. Er zijn 3 typen soorten vingerafdrukken: de boog, de kring en de lus. Van deze 3 typen vingerafdrukken is de boogvingerafdruk het zeldzaamste type. Maar slechts 5% van de wereldbevolking heeft dit vingerafdrukpatroon. Het ontbreken van kernen, lijnen en delta's maakt dit type uniek. De boogvingerafdruk wordt verder onderverdeeld in 2 subcategorieën: de gewone boog en de tentboog. De gewone boog kenmerkt zich door verhoogde ribbels die zich continu uitstrekken van de ene kant van de vinger naar de andere. Dit patroon behoort toe aan slechts 5% van de populatie en is het zeldzaamste type van allemaal. De tentboog lijkt op de gewone boogvingerafdruk, maar heeft een scherpere tentvormige boog. Andere mensen, zo'n 25-35% van de totale wereldbevolking, hebben een kringvingerafdruk. Terwijl de meeste mensen, ongeveer 60-70%, een lusvingerafdruk hebben. Kijk even naar je vingers en laat ons weten in de comments welke van deze vingerafdrukken jij hebt. 6. Extra nieren. Je hebt het goed gehoord. Sommige mensen hebben extra nieren. Dit kan in sommige gevallen goed uitkomen, maar in andere gevallen ook weer niet. De meeste mensen hun extra nieren zijn niet volledig gevormd, waardoor ze last krijgen van buikpijn. Pas nadat ze een echo hebben gemaakt, komen ze dan te weten van hun extra organen. De kans dat de extra paar nieren goed gevormd zijn is 1 in de miljoen. In dit geval kan de persoon zijn of haar extra nieren doneren. Dubbele nieren, dus 4 stuks, komen bij slechts 1% van de mensen op aarde voor. Hoewel dit soms tot infectie in de urinewegen kan leiden doordat de urine terugstroomt naar de urineleider, zijn sommige mensen erg blij met een set extra nieren. Ze zijn dan in staat om extra alcohol te drinken. Wat zou jij doen met een set extra goed gevormde nieren? Doneren of zelf houden? We zijn op de helft gekomen van deze video. Om nog meer van dit soort interessante lijstjes te zien, zorg je ervoor dat je hebt geabonneerd op het Top 10 kanaal.
Alleen door de groei van ons kanaal kunnen we steeds weer nieuwe video's blijven maken. Abonneer je dus meteen, zet de bel aan en druk op het duimpje als je tot nu toe hebt genoten van de video. En nu onze top 5. 5. Hart aan de rechterkant. Een heel zeldzaam kenmerk dat niet alleen weinig voorkomt, maar ook heel vreemd is, is het verschijnsel dat dextrocardie genoemd wordt. Dit betekent dat het hart naar de rechterkant van je borst wijst in plaats van naar de linkerkant. Minder dan 1% van de populatie wordt geboren met deze hartaandoening. Heb je een geïsoleerde dextrocardie, dan wil dit zeggen dat je hart zich aan de rechterkant van je lichaam bevindt, maar verder is er niks aan de hand. Dextrocardie kan ook optreden in een aandoening die situs inversus wordt genoemd. Bij deze aandoening bevinden veel of al jouw viscerale organen zich aan de tegenovergestelde zijde van het lichaam. Behalve het hart kunnen de lever, mild of andere organen zich bijvoorbeeld ook aan de tegenovergestelde of verkeerde kant van het lichaam bevinden. Door deze aandoening kan iemand met dextrocardie mogelijk andere hart-, orgaan- of spijsverteringsstoornissen hebben. Middels een operatie kunnen deze problemen soms worden verholpen. 4. Extra ribben. Elke volwassene heeft 206 botten, waarvan 24 ribben, 12 aan elke zijde van het lichaam. Maar wist je dat 1 op de 200 mensen een extra rib heeft? Deze rib wordt de cervicale rib genoemd en is een aangeboren aandoening. Het vormt zich boven de eerste rib en groeit aan de basis van de nek, nog net boven het sleutelbeen. Soms kan een persoon zowel rechts als links een cervicale rib hebben. Soms gaat het om een volledig gevormde benige rib, maar anders kan het ook een dunne streng weefselvezel zijn. Over het algemeen veroorzaakt het hebben van deze extra ribben geen problemen. Het zou alleen tot last zijn wanneer de rib op nabijgelegen zenuwen drukt. Dit kan nekpijn, gevoelloosheid in de arm en andere symptomen veroorzaken. Deze staan gezamenlijk bekend als het thoracaal uitlaatsyndroom. Wil je weten of je ook extra ribben hebt, dan zou je de dokter moeten vragen om een röntgenfoto te laten maken. 3. Rood haar en blauwe ogen. Het hebben van rood haar in combinatie met blauwe ogen is een zeer zeldzame combinatie. Zowel rood haar als blauwe ogen zijn op zich hele zeldzame kenmerken. Beide eigenschappen zijn het resultaat van recessieve genen, wat betekent dat beide ouders het gen moeten dragen voordat een kind de eigenschap heeft. Natuurlijke roodharigen maken slechts 1-2% uit van de totale wereldbevolking, terwijl mensen met blauwe ogen behoren tot ongeveer 17% van de wereldbevolking. Technisch gezien betekent het dat 0,17% omgerekend is dat 13 miljoen mensen dus rood haar en blauwe ogen bezitten. Maar aangezien er meerdere factoren een rol spelen voor deze specifieke combinatie, is het moeilijk om exact te berekenen. Hoe dan ook, deze kleurencombinatie van haar en ogen is het zeldzaamst in de wereld. Welke kleurencombinatie heb jij? Laat je antwoord achter in de comments. En nu zijn we gekomen bij de laatste twee unieke kenmerken die je moet zien. Op nummer 2 een best griezelig kenmerk die heel weinig voorkomt. En op nummer 1 nog zo'n unieke lichamelijke eigenschap die je zal doen verbazen. Kijk snel om te weten te komen of je deze twee unieke kenmerken ook hebt. 2. Te veel tanden. De aandoening waarbij er te veel tanden in de mond zijn gegroeid wordt hyperdontie genoemd. Ze kunnen overal groeien in de gebieden waar tanden aan je kaak hechten, dus in de tandbogen. De 20 tanden die groeien als je een kind bent, staan bekend als primaire of melktanden. De 32 blijvende tanden die ze vervangen worden permanente tanden genoemd. Je kunt bij hyperdontie extra melkgebit of blijvend gebit hebben, maar extra melktanden komen vaker voor. De meeste mensen leven gewoon met hyperdontie. Alleen als je een pijn ervaart, een onderliggende aandoening hebt, als je moeilijk kan kauwen of als je de extra tanden moeilijk kan poetsen, zal de tandarts aanraden om de extra tanden te verwijderen. Door de overtollige tanden kunnen je permanente tanden ook krom groeien. Hyperdontie komt voor bij 1-4% van de wereldbevolking, waarbij de kans bij mannen 2 keer zo groot is als bij vrouwen. In de meeste gevallen gaat het om 1 extra tand, terwijl er bij andere gevallen meer dan 30 tanden extra zijn aangetroffen bij 1 persoon. Zulke grote aantallen zijn wel heel zeldzaam. 1. Tongtentakels. Als je goed naar deze foto kijkt, dan lijkt deze persoon tentakels te hebben die uit zijn tong groeien. Het ziet er heel vreemd uit, vind je ook niet? Voordat je denkt dat er mensen onder ons lopen met buitenaardse trekjes, moet je weten dat deze tongtentakels helemaal normaal zijn. Dit verschijnsel wordt plica fimbriata genoemd. Fimbria is Latijns voor franje. En dat is precies wat je hier dus ziet, niets anders dan franjes. Deze franjes ontstaan aan weerszijden onder de tong. Doktoren zeggen dat het overblijfselen zijn van weefsel die niet compleet zijn geabsorbeerd tijdens de groei. De meeste mensen hebben er 2, sommige 4 stuks, terwijl anderen een aantal hebben. Hoewel ze geen gevaar vormen voor de gezondheid van een persoon, kunnen ze wel voor ongemak zorgen wanneer ze tussen de tanden blijven steken. Heb je ook van deze zogenaamde tongtentakels onder je tong? Ga snel in de spiegel kijken.
Welke van deze unieke kenmerken heb je zelf ook? Laat het ons weten in de comments. Genoten van de video? Geef ons dan een like en druk ook op abonneren en zet de bel aan voor nog meer leuke top 10 video's op ons kanaal.